Kijk die spier. Waar is die fucking fireball? Waar is die fireball? Waar is die? Ga, go. Yo mensen, welkom bij een nieuwe video hier op het kanaal Korpsjaal. En in deze video gaan we de Rare Challenge doen samen met Stefan, die is hier naast mij. Yo gasten. En we gaan dus de Rare Challenge doen. Ik ga nu even een deck maken. Hij mag mijn deck niet zien. En het is dus de bedoeling, even kijken hoor. We gaan deze aanpassen. Oh, jij moet niet kijken, ik moet even omdraaien. Het is dus de bedoeling dat we dus één potje spelen eerst. En dan de winnaar mag dan... Nee, de verliezer mag één kaart uit de winnaarsdek halen. Nou, even kijken. We hebben natuurlijk een aantal rares nog niet helemaal geüpgraded. Dus die doe ik er dan ook niet in, denk ik. Even kijken, welke gaan we nog... deze. En dan... jammer, die hele goede heb ik niet geüpgraded. Deze doen we er nog bij. Wat is deze natuurlijk? Deze, hoe hebben we die nou kunnen vergeten? Ik zeg even de naam natuurlijk niet, want hij zit ernaast. En als laatste deze. Ja, oké. Okay. Ja, die quest maar. Oké. Okay. Battle. Nee, niet online. Oh ja, het gaat bijna online. Oké. Request jij maar. Yo. Hoe gaan we? Je moet even. Probeer ze niet. Accepten maar. Probeer niet op het beeld te kijken. Want als ik je kijk niet, op, niet ik weg kijk niet omdraaien, want dan hoor je jezelf niet goed. Ja, is goed. Oké. Okay. Ja, goede deck. Oké. Okay. Oeh, ik begin niet lekker, nee. Ik heb een redelijk starting deck. Twee keuzes die ik kan maken. Ik denk toch met... Ja, ik begin met dit. Nee, dit is echt helemaal kut. Oké. Okay. Ik denk dat ik... Hij heeft nu op 10 elixir. Hij doet... Kijk. Er komt Elba te maken. Ja, daar komt wel een pijnlijke... Fuck man, fuck. Nee. Ik zat er aan na te denken. Mijn had level 3 maar, dus... Nee. Ik heb toch niet ingezet. Nee. Oké. Okay. Ja, kut man. Jouw fireball 6 natuurlijk. Ja. Kut. Oh, Tomsten. Is die rare? Ja? Ja, die is rare. Rare, ja, anders is die... Totaal niet aan gedacht. Ik heb overheen gekeken. Ja, mijn rare zijn niet heel erg. Ik moet erop letten. Oké. Okay. Kut. De Giant. Gaan we... Oh, daar komt die... Nou, een musketier moet wel goed zijn. En een wizard. Is het genoeg? Gaan we nog iets bijzetten? Nee, gaan we niet doen. Oh, die wizard die... Welk level was jouw Valkyrie? Voor mij best wel. Vier maar. Vier, oh, dat valt mee. Dat is helemaal niks, nee. Nee, ja, daar had ik al verwacht. Ja, dat moet je wel zo'n deck doen. Ik weet niet. Ik heb er ook in, ja. Dan gaan we gewoon weer lekker pompen. Elixir pompje. Maar, het probleem is dus die fireball. Die fireball, ja, je kan nu niet meer de drie musketeers eigenlijk spelen. Kut, ja. Je hebt geen elixir pomp, denk ik. Nee. Ja, wel, die ga ik niet zetten. Maar. Ja, daarom had ik zo'n slecht starting deck. Ja. Die had ik niet. Even kijken hoor. Ja, hij heeft dus drie, hij heeft heel veel defense. De Inferno-toren. Dat ga ik niet doen. Elixir-pomp. De Giant achter. Oh, allebei. Ja. Allebei de Giant achter. Ja, okay. Ja, ik kan nu natuurlijk niet die dingen erachter gaan zetten. Nou, een musketiertje. Kut, ik heb... Oh ja, dat was jouw tactiek, hè? Giant. Ja, ik wou Giant met drie musketiers. Ja. Maar... Oké. Wij hebben net twee op die elixir... fireball, net op die fireball. Ja, oh ja, musketier is natuurlijk laag level, maar die giant die stoppen we wel. Kut, nou die giant, ik heb daar geen inferno voor nodig. En we zijn rustig aan het opbouwen, we zijn niet echt aan het pushen, maar we hebben wel twee elixir, jij nu ook, en twee goblin nutten. Nee, op het opletten, niet 10 elixir, oké. Okay. Eén ding dat er bij mij sowieso uitgaat, dat is dus die drie musketiers, hè. Dat is niks. Oké, zo. Kijk, dat is nou waar ik op gehoopt had. Echt, had je daarop gehoopt? Die tombstone. En die Valkyrie. Oh ja, musketier had je nu daarmee. En nu zet ik mijn wizard. Holy, dit is een dikke spam. Maar nee, dit is niet echt een spam. Nou, dat valt wel mee. Okay. Die hutjes van jou die vind ik wel een beetje vervelend worden. Ja. Doe nu even... Ja, die Inferno, je kan niet echt lekker met je Giant nu. Oeh. Hoe doen we het trouwens? De winnaar, wat mag die... Oh, er komt wel een push. Wat is met de winnaar? Ja, gewoon, die mag... De verliezer mag dus... Kut. Ja, mag de verliezer iemand eruit halen? Ja. Of de verliezer mag dus kiezen wat één kaart bannen, laten we zeggen. En zelf een kaart veranderen doen we ook. Oh, we komen nu... Ik zit helemaal niet op te letten, dus we komen nu heel dikker in. Kijk die spier. Waar is die fucking fireball? Waar is die fireball? Waar is die... Ga, go. Oh, alles weg. Ja, behalve de musketier.
Snel ervoor, snel niet dood. Oh, die wordt een dik overtime potje, oké. Okay. Nou, dit wordt niks, dat door die kutwetjes van jou kan ik niks. Oké. Ja, voor mij wordt dit er niet meer. Drie hutjes. Oké, Vivier zit erachter. En een musketier, kom maar. Oh, niet de Infernatoren. Misschien wordt het nog wel gelijk spel. Enige voordeel... Ik zie die vuur al uit de lucht al komen. Ik zag hem al komen. Nee. Oh, komen we erin? GG. Ja. Ja, je weet natuurlijk hoe ik het ga afmaken. Ah, oh, de firewall, ja. Mooi. Ik kon niet. Ja, mooi potje. Oké, dus jij mag nu één kaart bij mij eruit halen en zelf één kaart veranderen. Dus welke wil je eruit? Nou, ik ga dan voor die fireball. Fireball eruit. En dan mag je zelf een kaart, mag ik natuurlijk nu niet zien. Oké, wat is handig. Je mag niet kijken natuurlijk. Nee. Oké, ja. Ja, ik ben zelf nog even bezig. Ik wacht nog even. Nu even de decks nog zien. We hadden dus ongeveer hetzelfde deck. Ik had dus, we hadden allebei een hutje, maar ik had Speargoblin hut en hij een Tombstone. En voor de rest... Oh, je had geen Hawk Rider. Hey, dat valt me op. Oké, daar gaan we weer. Oké, daar gaan we dan. Ja. Tweede potje. Tweede en laatste potje. Rare Challenge. Oké. Mag ik... Nee, zou ja, nu heb ik eindelijk een goed starting deck. Goed starting deck. Oké. Nou, wij hebben een matige starting deck. Niet heel erg of zo. Nee, dat ook niet. Ja. Cool. Hawk Rider, pak je nog even één. Ja, mooi. Oké, we kunnen nu even niet iets lekkers spelen nu. Maar ja. Wizard is trouwens nog redelijk goed hoor. Die heb ik echt nooit meer in mijn deck gebruikt. Sinds dat hij genurfd was. Maar is toch wel redelijk goed. We gaan even kijken. Oeh, mini packen. Ja, die kon ik ook erin doen. Maar mijn is nog maar level 3. En is die van hem al level 5. Oh, dit zijn wel veel dingen. Nee. De giant, shit. Ja, nou alsnog hoor. Alsnog moet ze wel op tijd zijn. Ja, oké, mooi. Die mini packen is het grootste gevaar. Nee. Ja, mooi. Je mini-pekka is het grootste gevaar van... Van mij, ja. Ja. En je hebt... Ik ben nu benieuwd of je je drie musketiers nog in hebt. Nadat je één kaart van... Nee, ik zat te denken. Want... Mini-pekka heb je erin. Je moet niet zeggen, maar je hebt mini-pekka heb je erin gedaan. Ik ben benieuwd welke je er nu uit hebt gedaan. En, oh, nee, dat doe ik nog niet. Oké, even een hutje. Ik denk dat ik weet welke jij erin hebt gedaan. Dat heb je stiekem wel gezien, of niet? Nee. Nee, oké. Nee, dat niet. Ja, we kunnen niet echt... We wachten toch even... Oh ja, wat even denken hoor. Dus de mini-pack had hij erin gedaan. Dus heeft één kaart eruit. En ik verwacht niet dat de Infernatoren is. Zou ik... Oeh, dus, kijk, als je nu een fireball had, dan was het... We doen gewoon weer de vol... Ja, net op tijd die mini-pack omgedraaid. Kutbeesten. Ik ben zo gek van een tering ding. Oké. Mooi, die wizard is... De kutpomp gaat er ook wel. Pomp. En het is nog niet echt veel... Zo gek van jongen. Oké. Het speelt nu een aparte pomp, niet verwacht. Pomp achterin. Nu kom ik met de Hawk Rider kijken of ik er doorheen kom. Ja, en hij heeft denk ik... Ik weet bijna zeker dat hij die Infernatoren niet meer heeft. Anders had hij er denk ik wel nu ingezet. En dan komt hij weer... Oh, dat vind ik ook een hele irritante... Oh nee, ik kon gelukkig de musketier wel aan de andere kant. Ik moest wel. Oh, nee. Oh, helemaal vergeten die Pekka. Dus helemaal die... Nee, we worden nu echt... Geoond op die linkerkant. Snel. 3. Nee. En toch wel de Infernatoren. Nee, maar oh, ik valt mee. Ik had helemaal die andere kant. Oh nee. Fuck. Oh. Dit is niet het beste. Oké. We kunnen misschien. Nee, dat kunnen we hopelijk wel afstoppen. 20 seconden. Kut. Ja, dit moest, ja. Dit moest er oh, wel 600. Worden. Ik dacht even 65. Ik dacht even. Kutspel, nee. Kunnen we niet tegelijk raken. Nou ja. Nee. Dit was de start, die heb ik niet één keer gebruikt. De Rocket, die heb ik erbij gedaan. Ik dacht, stel je houdt je drie musketiers, dan is dat een hele goede kaart voor je drie musketiers, de Rocket. Daarom heb ik die uiteindelijk toch eruit gehaald. Ik zat eens te denken om die Giant eruit te halen. Nou, nu één potje online met die deck. Nee, Nou, dat is dus de Rare Challenge met Stefan, co-leider van Dutch Course. We gaan trouwens echt lekker, ik ga het even laten zien. De Elysium, we komen... Oh, ze hebben nu wel erg veel. Ze hebben wel een wit meer, maar... Ja. We komen eraan, ze gaan ze ooit wel kijk, een keer kijk pakken, denk ik. Kijk hoeveel die nummer 4 van ons allemaal afzitten, joh. Ja, joh. We zijn echt heel dik nummer 2. En nummer 1 is toch nog wel eventjes ver, maar ze hebben ook hoge leden. Nee, maar ook nummer 4 geluk, hè, van de rest. Kijk, 3000.
Ja, joh, hier ook een nieuwe erbij. Ilex CRD, die was er eerst niet. Nee, die Dead Island, die ken ik ook niet. Nee, er is allemaal nieuwe erbij. En die 101, die hier met die... Nee, die kennen we wel. Onze jammer van Nederland. Die is ook een beetje gezakt. Voor de rest, ja. En dan zit ik even kijken nog naar de feeders. Waar je trouwens ook gewoon kan joinen. Ik ga het nu even opzoeken. Dat kan ik beter zo doen. Het is al redelijk hoog. Dutch Corps 2, die moet je nu ongeveer... Die staat er 1700 in de beschrijving. Dat is voor mij iets meer geworden. Ja, laten we zeggen, rond de 1800 kan je joinen. En in Dutch Corps 3... Kan je altijd wel joinen. Kan je altijd wel joinen. Oh nee, 1000. What the fuck heeft die jip Dat hoort niet. Het moet iets hoger. Ja, maar ik denk rond 500 of zo, 600 kom je erin. Als je maar doneert. Ja. De clan is nu eindelijk vol. En dat wordt ook gewoon een goede clan hopelijk. En dus was dus de Rare Challenge... Laat in de comments achter welke challenge jullie de volgende keer willen zien. En ja, ik zie jullie allemaal. Oh ja. Like als je nog een comment challenge wil zien met mij en Floris. Ja, liken, subscriben. Hey, ik zie jullie allemaal in de volgende video.